Dear Madam President of Letland, dear representatives of Iran, geachte dames en heren, sta me toe even te beginnen met schaamteloos het boek te tonen. Mijn jongste boek, dat recent gepubliceerd is over het verleden van Antwerpen. Dat boek is momenteel het best verkochte boek in Vlaanderen. Dat is geen grap, dat is echt zo. Maar u zal het in een Nederlandse boekhandel wellicht niet vinden. Want wij zijn inderdaad sinds 1648 twee volkeren gescheiden door dezelfde taal. Dat is een jammere geschiedenis. Een geschiedenis die ik in het boek vertel en waar natuurlijk ook mijn praatje nu over zal gaan. Dames en heren, cognosco el humor de la tierra, que aunque viniese Cristo a gobernarlos, ne dejarán de murmurar y decir lo que les se les antojara. Ik ken hun volksaard. Zelfs als Christus zelf zou komen om hen te besturen, dan nog zouden ze niet ophouden met klagen en leuteren. Ja, wij Nederlanders van Noord en Zuid zijn dus kennelijk een vervelend volkje. Kardinaal Granvelle die vatte dat in december 1573 goed samen toen hij de nieuwe landvoogd Louis de Requesens enkele tips meegaf in een brief gericht aan diens broer, waaruit het citaat. En Granvelle die had veel ervaring met het kluwen aan lokale gebruiken, rechten en privileges waar wij Nederlanders ons voortdurend op beriepen om onze onafhankelijkheid, ons zelfbestuur, te doen respecteren. Het klinkt een hedendaags politicus vertrouwd en actueel in de oren, maar ook in de jaren 1560 en 1570 werd iedere hervorming of iedere regel van bovenaf in de Nederlanden onthaald met fel geklaag en geleuter van onderuit. En als grootste stad van die Nederlanden was Antwerpen uiteraard ook daarin een voortrekker. De Habsburgse bestuurders in onze streken en die op afstand in Madrid, die werden er horendol van. Ik wil u tijdens deze uiteenzetting meenemen naar de tijd waarin deze Antwerpse onafhankelijkheidsdrang hoogdagen vierde. Toen in februari 1565 het nieuwe Antwerpse stadhuis werd ingehuldigd, vandaag nog steeds het mooiste en pas gerenoveerde Renaissance-paleis van de Lage Landen, toen prijkte er op de gevel plotseling geen Mariabeeld meer, zoals op het voorgaande gotische stadhuis. Nee, er stond een fier beeld van de Romeinse tirannendoder Brabo, de legendarische stichter van Antwerpen. En boven het wapenschild van Philips II waren er vier letters aangebracht. S-P-Q-A, Senatus Populusque Antwerpiensis, de raad en het volk van Antwerpen. Het signaal naar Madrid was duidelijk. Antwerpen staat boven u. De stad dopt haar eigen boontjes. En als u daar te fel tegen ingaat, dan staat er nog hoger in de gevel een tirannendoder te wachten. De Spanjaarden die begrepen die boodschap maar al te goed. Zo blijkt uit een brief van 9 mei 1567, moet ik zeggen, aan Granvelle, vanwege diens plaatsvervanger Maximilien Morillon. Et serait fort bien leur faire raser leur SPQA, qu'ils intitulent partout en leurs bâtiments et édifices, prétendant république libre, et que le prince ne leur peut rien commander sans leur consentement. Ik zal het even vertalen. Het zou goed zijn als we zouden dwingen die SPQA overal weg te schrapen die ze op hun gebouwen plaatsen, te pretenderen dat ze een vrije republiek zijn en dat ze niks moeten aanvaarden van de prins zonder hun toestemming. Let wel, ook wij hebben de koning van Hispanje altijd geëerd. De stad ging er prat op loyaal te zijn aan de Habsburgse vorst. Toen Philips II samen met zijn vader, toen nog keizer Karel V, in 1549 zijn blijde intrede in Antwerpen deed, hingen er in het Latijn reuzengrote spreuken langs de route doorheen de stad. Fide numquam polluta, altijd met onbezoedelde getrouwheid. Candore integro semper, altijd met ongeveinsde openhartigheid. En die loyaliteit die was oprecht, want Antwerpen had zijn welvaart mee te danken aan keizer Karel en diens Bourgondische voorouders. Zo had hertog Maximiliaan van Oostenrijk in 1488 uit wraak op de Bruggelingen, die het in hun hoofd hadden gehaald om hem te gijzelen, beslist om het zwaartepunt van de handel van Brugge naar Antwerpen te verschuiven.
en onder zijn kleinzoon keizer Karel, die altijd in geldnood zat en waardeerde dat hij steeds nieuwe kredieten op de Antwerpse beurs kon ophalen, groeide en bloeide Antwerpen tot het economische en financiële hart van dat groeiende Habsburgse wereldrijk. Antwerpen werd toen het New York van zijn tijd, de onbetwiste alfastad. Die enorme opleving van handel die zoog ook allerlei cultureel en intellectueel talent aan. In 1520 en 1521 woonde Albrecht Dürer bijvoorbeeld maandenlang in Antwerpen. Want in een stad waar, in de woorden van Dürer, geld genoeg was, bulkte het natuurlijk ook van de mogelijke opdrachten. En Dürer die rijfde die opdrachten binnen, vooral vanwege de schatrijke Portugese kruidenkoningen. In het huis van de Portugese koninklijke zakenbehartiger Brandão profiteerde Dürer van de gelegenheid om een portret in zilverstift te maken van Zijne Morin. En aldus maakte hij het eerste volwaardige portret van een zwarte vrouw in de geschiedenis van de westerse kunst. Een werk dat van ontzettend belang was voor de vermenselijking van personen van kleur in de schilderkunst. Wat die dame, Catharina heette ze, daar zelf van dacht, dat weten we helaas niet. Want zij kon niet genieten van persoonlijke onafhankelijkheid. Ze was wellicht als slavin mee naar Antwerpen gereisd in dat Portugese huishouden. Zeker weten we dat niet, want slavernij was in Antwerpen expliciet verboden en bestond dus alleen in de schemerzone van buitenlandse huishoudens. Met de komst van Dürer en andere voor die tijd avant-gardistische kunstenaars sijpelden natuurlijk ook heel veel nieuwe ideeën binnen in dat broeierige Antwerpse stadslandschap. Dürer zelf was begeesterd geraakt door de religieuze hervormingsleer van Maarten Luther, die vanuit Wittenberg razendsnel tot in Antwerpen was doorgedrongen. Luthers pamfletten werden na enkele maanden na hun verschijning in Wittenberg vertaald aangeboden op de rijke Antwerpse boekenmarkt. En dat viel bepaald niet goed bij de katholieke Habsburgse bestuurders. De eerste boekverbranding vond in Antwerpen plaats op 13 juli 1521. En zoals Heinrich Heine ons leerde, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende auch Menschen. Op 1 juli 1523 stierven op de Grote Markt van Brussel de eerste protestantse martelaren van de Lage Landen. Precies 500 jaar geleden werden daar twee Antwerpse Augustijner monniken levend verbrand. Jan van Essen en Hendrik Vos. De jaren nadien volgden steeds strengere plakaten vanuit Madrid elkaar op om de ketterij in te dijken, te vervolgen en te bestraffen. De bloedplakaten werden een bittere werkelijkheid. Dames en heren, het weefsel van onze samenleving geraakte vanaf dan steeds zwaarder ontstoken. Het Antwerpse stadsbestuur zou echter tot het uitbreken van de opstand zijn marge tot onafhankelijkheid maximaal gebruiken om de polarisatie beheersbaar te houden. Geen inquisitie binnen de stadsmuren. Geen beperkingen voor buitenlandse handelaars. Geen lastige vragen voor vooraanstaande Antwerpenaren die in de beslotenheid van hun hoven van plezantie misschien al eens snuisterden in foute boeken, zolang ze er maar niet opzichtig mee te koop liepen. Om de schijn van de trouwe dienaar toch hoog te houden, had het stadsbestuur er anderzijds geen probleem mee om protestantse oproerkraaiers genadeloos te vervolgen en conform de plakaten te laten executeren. En dat gold met name voor de wederdopers. Een strekking die bijna zonder uitzondering uit de absolute onderlaag van de Antwerpse bevolking recruteerde. Meestal waren het havelozen of inwijkelingen en die kon men probleemloos aan de brandstapel offeren. Dat beleid hield de toestand lange tijd min of meer beheersbaar, totdat het Calvinisme opkwam en vooral steun verwierf onder de gevestigde ambachtslui en ook de families van de gezagsdragers. En die Calvinisten die waren, in tegenstelling tot de Lutheranen, bijzonder assertief en ze zochten doelbewust invloed en politiek draagvlak. Voor het stadsbestuur, dat nog steeds overwegend katholiek bleef, werd het nu echt dansen op een slappe koord. De steeds strengere inmenging van bovenaf die hielp allerminst om de vrede te bewaren en het vertrouwen van buitenlandse handelaars te behouden. Antwerpen was het logistieke scharnier voor de handel tussen Duitsland en Engeland, twee gebieden die steeds protestantser kleurden. In Antwerpen moesten die andersdenkende Duitse en Engelse kooplui samenleven met Italiaanse investeerders, Portugese Joden
en zelfs Spaanse vrijdenkers. Want jawel, het was in Antwerpen dat in 1543 het Nieuwe Testament voor het eerst in het Spaans werd gedrukt. Overigens, ook de Tyndale-Bijbel, de eerste massaal verspreide Bijbel in het Engels, werd in Antwerpen gedrukt en vanuit onze stad naar Engeland gesmokkeld. In 1559 sloeg in de stad het nieuws over een grote hervorming van de bisdommen in de Lage Landen dan ook in als een bom. Antwerpen lag namelijk al eeuwenlang in het bisdom Kamerijk. En Kamerijk was meer dan 150 kilometer ver gelegen. De fysieke afwezigheid van een bisschop in de stad had niet alleen de inquisitie buitengehouden. Ze zorgde er ook voor dat het stadsbestuur geen kerkelijke pottenkijker had in het vervolgingsbeleid en het afdwingen van de plakaten. En dat was natuurlijk al lang een doorn in het oog van de Habsburgse bestuurders, Granvelle op kop, die door de hervorming zelf kardinaal was geworden. Maar Antwerpen slikte de komst van een bisschop niet zomaar door. Maandenlang ging men klagen en leuteren bij de landvoogdes, Margaretha van Parma. En toen dat geen resultaat had, stuurde het stadsbestuur in 1562 zowaar een delegatie naar Madrid. Onder hen stadspensionaris Jacob van Wezenbeke, de latere vertrouweling van Willem van Oranje. Meer dan een jaar bleven die Antwerpse notabelen in Madrid. De koning ontving ze beleefd, maar wimpelde hun bezorgdheden af. Maar de Antwerpenaren wilden van geen wijkje weten en ze bleven in Madrid om aan te dringen. In augustus 1563 besloot Philips knarsetandend om de benoeming van die Antwerpse bisschop dan maar op te schorten. De stad vierde feest. Het was een hoogdag voor de Antwerpse eigenzinnigheid. Maar de schijnbare toegefelijkheid van koning Philips verborg een minder fraaie werkelijkheid, want de koning bekommerde zich in die eerste helft van de jaren 1560 gewoon veel minder om de Nederlanden. Zijn focus lag in het Middellandse zeegebied, waar de Ottomanen moesten worden tegengehouden. Zijn halfzus, landvoogdes Margaretha van Parma, die liet hij grotendeels aan haar lot over. Haar brieven bleven maandenlang onbeantwoord. En toen haar verslagen in het voorjaar van 1566 steeds zorgwekkender klonken, omdat ze door het eedverbond der edelen in het nauw werd gedreven, reageerde de koning kregelig en beschuldigend. Die halfzus van hem had de zaken duidelijk niet op orde. Maar zijn adviseurs waren verdeeld. Wat doen? Een belangrijke fractie, waaronder zijn eigen neef, de Rooms-Duitse keizer Maximiliaan, maande aan tot voorzichtigheid. De mening van de hertog van Alva die was daarentegen eenvoudig. Als Philips het Ketterse onkruid niet met stevige hand zou uittrekken, dan zou het zijn ganse rijk gaan overwoekeren. En die Alva was niet de eerste, de beste. Hij was een grande die het voorrecht genoot om zijn hoed te mogen ophouden in het bijzijn van de koning. In een andere tijdsgeest had Philips misschien de eerste lijn gevolgd. Maar in deze woelige tijd was de vraag hoe lang de Spaanse wereldheerser nog met zich kon laten sollen door dat vervelende volkje. Philips maakte zich klaar om naar de Nederlanden af te reizen. Althans, zo deed hij geloven, om de gematigde fractie tevreden te stellen. Achter de schermen bereidde hij Alva voor om als zijn gevolmachtigd plaatsvervanger de Nederlanden onder handen te gaan nemen. Een markant detail daarbij, Alva was slechts de derde keuze van Philips. Twee gematigdere edelieden hadden de opdracht al beleefd geweigerd. Of hoe de geschiedenis soms echt een dubbeltje op zijn kant kan zijn. In Antwerpen bereikte de pragmatische politiek van het stadsbestuur inmiddels zijn limieten. De Calvinisten liepen in de zomer van 1566 over van zelfvertrouwen. Doordat de machtspositie van de landvoogdes wankelde, werd er in Antwerpen openlijk gepredikt. In het begin nog netjes buiten de stadsmuren, waar Lutheranen en Calvinisten afzonderlijk hun achterban gingen toespreken. Het stadsbestuur vroeg daarop aan Margaretha om een sterke leidersfiguur te sturen om de stad onder controle te kunnen houden. En de ogen waren daarbij gevallen op een hoge edelman, wiens lange lijst aan titels een heel handig opzetje bevatte om in Antwerpen een mandaat te krijgen. Willem van Oranje was namelijk burggraaf van Antwerpen. Die functie stelde sinds het begin van de 15e eeuw eigenlijk niks meer voor. Symbolisch was de burggraaf de sleutelhouder van de Antwerpse burcht namens de Brabantse hertog. Maar de titel was nu wel een perfecte kapstok om de benoeming van Willem tot superintendant van Antwerpen aan op te hangen. Dames en heren, ik weet niet welk gevoel u krijgt bij de functie superintendant. Wij kennen in Vlaanderen de intendant nog steeds
En dat is een bemiddelende topfunctie voor dossiers die totaal in het slop zitten en waar het draagvlak zeer ver zoek is. Als men dan een superintendant moet benoemen, dan mag men helemaal het hart vasthouden. Hoe dan ook, als kersvers superintendant komt Willem van Oranje midden juli 1566 in Antwerpen aan. En hij begon er direct, net zoals de huidige intendanten het nog doen, aan een brede consultatieronde. Notabelen, rijke poorters, vooraanstaande ambachtslui, almozeniers, de belangrijkste geestelijken, de rederijkerskamers en de buitenlandse handelaars werden gehoord. En na die vele gesprekken had Willem een verpletterende conclusie klaar. Het onderlinge vertrouwen tussen de geloofsgemeenschappen was ver zoek en Antwerpen balanceerde op de rand van een burgeroorlog. Op 13 augustus publiceerde hij een ellenlang besluit waarin hij feitelijk de staat van beleg afkondigde. Hij riep de schuttersgilden samen en voerde in Antwerpen gewapend bestuur in. Willem vierde daarop nog de belangrijke Onze Lieve Vrouw omgang mee in de stad en vertrok dan naar Brussel met de boodschap dat zijn taak er voorlopig op zat. Maar nog tijdens die bewuste omgang waren de onderhuidse spanningen openlijk naar boven gekomen. Het Mariabeeld werd in de straten beschimd. De Calvinistische prediker Herman Modet riep op om de katholieke beelden niet alleen uit het hart, maar ook uit het oog te bannen. En op 20 augustus voegden een 200-tal Antwerpse Calvinisten de daad bij het woord. De beeldenstorm raasde door de stad. De door Willem opgetrommelde schuttersgilden beperkten zich tot het beschermen van de grote markt. Kerk na kerk viel ten prooi aan vandalisme en diefstal. Het reliquie met de voorhuid van Christus verdween daarbij uit de Onze Lieve Vrouwenkerk. Dat is vandaag onze kathedraal, maar er was nog geen bisschop, het was toen nog een kerk. Die voorhuid verdween, ze is nooit meer teruggekeerd. Op 26 augustus, nadat de orde in de stad moeizaam was hersteld, komt Willem terug in Antwerpen aan. De religieuze onlusten waren een uitstekende aanleiding om zijn politieke agenda door te duwen. Op 31 augustus 1565 kondigt hij in Antwerpen zowaar de godsdienstvrede af. En die beperkte zich niet tot religieuze vrijheid alleen. Inherent bevatte ze ook waar het Willem werkelijk om te doen was. Met name dat het beleid van Philips onderworpen zou worden aan, ik citeer, het adviezen van de Staten-Generalen van deze landen. Onafhankelijkheid dus. Let wel, Willem was nog geen opstandeling tegen de Habsburgers. Men wilde ook geen revolutie in de zin dat de bestaande maatschappelijke orde moest omvergeworpen worden. Een compromis was dus zeker nog mogelijk. Begin 1567, herstelde Margaretha van Parma met harde hand het Spaanse gezag in Valenciennes. En daarna werd een geuzenleger onder leiding van Brederode op 13 maart 1567 verpletterd bij Oosterweel, een dorp vlakbij Antwerpen. Willem van Oranje had in de aanloop naar die veldslag de stadspoorten van Antwerpen gesloten. En aan de katholieken zei hij dan dat dat was om te beletten dat de Calvinisten uit de stad mee zouden gaan strijden. En aan de protestanten zei hij dat het was om de Spaanse troepen uit de stad te houden. Handig gespeeld. IJzona kwam het toen in de stad zelf tot een veldslag tussen beide facties. Maar Willem kon de meubelen redden. En daar had het, dames en heren, misschien allemaal bij kunnen blijven. Maar zo is het niet gelopen. Want in de zomer van 1567 verschijnt Alva op het toneel. En exact een jaar later meent die Alva dat zijn opdracht er al zo goed als op zat. In een brief van 22 augustus 1568, gericht aan de secretaris van koning Philips, Gabriel de Zayas, vatte hij dat mooi samen. De belangrijkste opstandige edelleden die waren onthoofd, zoals Egmond en Hoorne, maar ook de voormalige Antwerpse burgemeester Antoon van Stralen. Anderen die waren op de vlucht, zoals Willem van Oranje. In juli had Alva's leger van Vlaanderen nabij Jemmingen de geuzen onder Lodewijk van Nassau verpletterend verslagen. De bloedraad die draaide op volle toeren en spoorde de verantwoordelijken voor de beeldenstorm op. De verdrukkende geloofsplakaten van Philips waren opnieuw van kracht. En de rijkste stad van het Spaans-Habsburgse Rijk Antwerpen, daar werd volop gebouwd aan een machtige citadel die de handelsstad onder de knoet zou houden. Klaar is Kees, dacht Alva. Bovendien, zo vertrouwde Alva de koninklijke raadgever toe, was het klimaat in de Lage Landen bijzonder slecht voor zijn jicht. De Spaanse bevelhebber keek uit naar een nieuwe uitdaging in zonniger omstandigheden.
Maar in Madrid had Gabriel de Zayas nu niet meteen veel medelijden met de persoonlijke bekommernis van Alva. En ook andere adviseurs van Philips die fronsten de wenkbrauwen bij Alva's typische snoeverige interpretatie van de werkelijkheid in de Nederlanden. Zij lazen die brief niet met dezelfde roze bril. Ja, Egmond en Hoorden die waren terechtgesteld, maar Willem van Oranje werd daardoor in het geuzenkamp geduwd en groeide van een eigenzinnige, om niet te zeggen dubbelzinnige edelman, uit tot de speelfiguur en het symbool van een echte opstand. En ja, Alva had het geuzenleger verslagen en zijn macht met bijzonder harde hand opgelegd. Maar dat had er eigenlijk maar moeten aan ontbreken, gezien de gigantische sommen die naar de militaire onderneming waren gevloeid. Maar met die veldslag was zeker de oorlog nog niet gewonnen. En ja, Alva had de Antwerpse wereldhaven terug stevig in handen. Hij had de stad geheel in eigen stijl voor het blok gezet. Ze moesten de helft van de kosten voor de dwangburcht zelf betalen. De Antwerpenaren moesten zware heffingen invoeren om de kanonnen te betalen die op hun eigen huizen gericht zouden worden. Maar in het verre Madrid besefte men ten volle dat daar nog geen zieltjes mee gewonnen waren en belangrijker nog, voor de staatskas, dat daar zeer weinig ondernemersvertrouwen mee te rapen viel. De IJzeren Hertog verkreeg dus niet de verhoopte vrijgeleiden om de regenachtige Nederlanden te mogen verlaten. Hij moest verder ploeteren tot hij in 1573 moegestreden van het toneel kon verdwijnen. Alva's poging om met brutaliteit de Nederlanden weer afhankelijk te maken had uiteindelijk alleen de droom gevoed om totaal onafhankelijk te worden. En na Alva zou het er niet beter op worden. In 1576 vielen muitende Spaanse troepen vanuit de citadel de stad Antwerpen binnen. Tijdens deze Spaanse furie werd burgemeester Jan van der Meren samen met duizenden stadsgenoten om het leven gebracht. Na dagenlang van moorden, plunderen en verkrachten werden de Spaanse troepen uit de stad verdreven. En Antwerpen riep zich zowaar uit tot een staatse, calvinistische republiek. Gewezen Antwerps stadssecretaris Jan van Asseliers, die stelde het plakkaat van verlatingen op dat in Den Haag zou getekend worden. En ik weet niet hoe u het weet, maar na de ondertekening was er een heildronk met een speciale beker. Die beker was gemaakt door Antwerpenaren, het bedrijf Paschetti. En dat had een klepel. Je moest de beker in één teug ledigen. Dan moest je de klepel laten rinkelen. En dan werd daar een vers bij opgezegd. Dukdalf heeft het verbruid. De koning van Spanje wordt uitgeluid. Willem van Oranje, die komt op 18 september 1577 in triomf de stad terug binnen die hij 10 jaar geleden daarvoor had moeten ontvluchten. In 1583 zou hij er een moordaanslag overleven, waarbij hem in de Spaanse citadel een kogel door het hoofd werd geschoten. Hij zou er zijn zesde en jongste dochter krijgen, Emilia Antwerpiana. Haar moeder Charlotte Bourbon ligt in de Antwerpse kathedraal begraven. We hebben haar graf enkele jaren geleden laten restaureren. Dat zou u eigenlijk toch eens moeten komen bezoeken. Maar Antwerpen zou zijn vrijheid niet kunnen vrijwaren. Op 17 augustus 1585, een van de zwartste dagen uit onze geschiedenis, moest burgemeester Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, de vermoedelijke auteur van het Wilhelmus, de stad overgeven aan de troepen van Alexander Farnese. Dames en heren, zo kwam er een einde aan de onafhankelijkheid van Antwerpen. Zo kwam er een einde aan onze Gouden Eeuw. De helft van alle Antwerpenaren zou uiteindelijk de stad verlaten. En velen van hen trokken naar het noorden, waar ze een belangrijk aandeel zouden hebben in wat de Gouden Eeuw van Amsterdam ging worden. De herstelde katholieke hegemonie zou Antwerpen wel nog tot het centrum van de contrareformatie maken. Brabo werd in de gevel van het stadhuis door de Jesuiten vervangen door een Madonna, die vandaag nog steeds de passanten groet. De bloeiende barok schonk de stad met Pieter Bouwer Rubens, de beroemdste signor aller tijden. Maar het kon niet verhelen dat Antwerpen zonder stedelijke vrijheid, zonder pragmatische openheid voor mensen van allerlei slag en gezindte en zonder vrije handel over de Schelde, degradeerde van een wereldhaven tot een loutere havenstad in de zuidelijke Nederlanden. Een lange periode van stagnatie diende zich aan. De Franse jesuit Collier die noteerde in 1769 tijdens een bezoek aan Antwerpen hoe jammer hij het vond dat die eens zo machtige stad nog slechts een schim van zichzelf leek. En dat zou niet meer veranderen, schreef hij. Le fleuve
retournent pas à leur Rivieren stromen niet terug naar hun bron. Maar Collier vergiste zich. In 1803 bezocht Napoleon Antwerpen. En hij gaf de notabelen van de stad een bijzonder koude douche door in buitenweg te zeggen dat hij zich in een Afrikaanse stad waande. Alles moest er aangepakt worden. Maar hij beloofde dat hij van Antwerpen weer een handelsstad zou maken van het allerhoogste niveau. En hij zette daarvoor de nodige infrastructuurwerken in de haven in gang. Die doorstart van Antwerpen kreeg nog meer zuurstof in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dat in 1830, want een ezel stoot zich blijkbaar wel twee keer aan dezelfde steen, helaas opnieuw gescheiden werd. Maar Antwerpen zou desondanks onstuitbaar zijn rol van wereldhaven verder heropbouwen. Zeker na het vrijkopen van de Scheldevaart in 1863. Dames en heren, uit mijn historisch relaas mag blijken hoe belangrijk onafhankelijkheid is. De vrijheid om in stad en land naar eigen inzicht te mogen handelen. De vrijheid om tolerant en pragmatisch om te gaan met nieuwe mensen en nieuwe ideeën. De vrijheid om buitenwaarts te denken en handel te drijven. Ik hoop dat wij uit onze geschiedenis leren hoezeer wij die vrijheden moeten koesteren. Want in vrijheid kan de juiste afhankelijkheid groeien. De afhankelijkheid van partners die elkaar nodig hebben om samen sterker te staan in een globaliserende economie. De afhankelijkheid van partners die elkaar cultureel kunnen bestuiven en verrijken. De afhankelijkheid van partners die fundamentele waarden met elkaar delen. Ikzelf heb alvast als vrije man uit de zuidelijke Nederlanden een levenspartner gevonden uit de noordelijke Nederlanden. Weliswaar afkomstig uit de generaliteitslanden. Maar laat dat toch een metafoor zijn voor wat ons te doen staat. In vrijheid timmeren aan een gedeelde toekomst van de Nederlanden. Oranje boven. Ik dank u wel. Dank u wel. Mag ik misschien nog erg tot slot mijn gelukwensen uitspreken aan de vrouwen van Iran. Wij hebben een vrouw uit Iran, Daria Safai, bij ons in het parlement, die elke dag adem verleent aan de droom van vrijheid voor dat prachtige volk in dat prachtige land. Dank u.